Leuk te kijken naar deze aflevering van Op zoek naar de geschiedenis van Ede. En vandaag bezoeken wij de Celtic Fields. En met vandaag bedoel ik nu. Nou, welkom in Wekerom. Hier achter mij zit de IJzertijdboerderij en die gaan we zo bezoeken. En vergeet de Celtic Fields niet. Oh ja, nou ja, dat is Emir. Dat is Jan-Willem. Kom maar mee. Dit is dus een IJzertijdboerderij en dit is geen echte. De gemeente heeft besloten om een IJzertijdboerderij na te bouwen. Om een goede weergave te geven van hoe de mensen in de IJzertijd hebben geleefd. De IJzertijd is niet in het algemeen wereldwijd vast te stellen. Per land en cultuur verschilt de tijd wanneer mensen ijzer gingen gebruiken. In Nederland was het tussen 800 en 50 voor Christus. Jan-Willem, waar is deze IJzertijdboerderij eigenlijk van gemaakt? Door standen die archeologen hebben gevonden, vermoedt men dat mensen in boerderijen wonen. Dit is niet 100% zeker. De wanden werden waarschijnlijk gebouwd van hout, vlegwerk, plaggen en leem. En het dak van stro, riet, heide of hout. Ik sta hier in een van de stallen. Hier hielden ze paarden, koeien, schapen, geiten. Koeien en schapen vooral voor de melk, maar ossen en paarden ook als trekdieren om het land mee te bewerken. Nou, we nemen jullie nu mee naar de Celtic Fields. Daar laten we zien hoe ze het land vroeger bewerkten en wat daar nu nog van over is. Let's go! Dit is zo'n Celtic Field. En ja, wat opvalt is dat het eigenlijk best wel klein is en dat er veel in kan staan. We zien hier heel veel op een klein oppervlakte. Een Celtic Field is een vierkante akker van 35 tot 50 meter breed en lang. Het is een klein akkertje omringd door een wal van aarde. Veel is er niet over bewezen, ook niet of het echt in de ijzertijd was. De studenten van de reconstructie van de Celtic Fields en de boerderij in Wekerom gingen hier wel vanuit, samen met vele andere archeologen. Er zijn eigenlijk wel echt heel veel Celtic Fields in deze omgeving geweest. Ja, maar waar komt die naam eigenlijk vandaan, Celtic Fields? Celtic, dat komt eigenlijk uit het Engels natuurlijk, en dat betekent Kelten in het Engels. De Engelse archeologen die gingen ervan uit dat de Kelten in de ijzertijd de Celtic Fields en de ijzertijdboerderijen bouwden en daar woonden. Maar uit onderzoek is dus gebleken dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Een Kelt was namelijk een benaming voor alle stammen bij elkaar die een Keltische taal spraken. Het was een erg verspreid volk. Zo is het in de eerste instantie al niet mogelijk dat de Kelt op alle plekken waar raadakkers gebruikt werden woonde. Dat kun je op de foto zien. En ook niet alle Kelten gebruikten ze. Dus de benaming is eigenlijk gewoon fout. Ja, eigenlijk wel. Als ik op het veld sta, waar in dit geval tar wordt verbouwd, dan krijg ik echt een primitief gevoel. Ik vind het zeker een aanrader om naar Wekerom te komen, om de Celtic Fields en de IJzertijdboerderij te gaan bekijken. Ja, het is hier mooi en rustig en je leert ook wat van de oude tijd. Ja, dat vind ik ook. Dit was het dan voor vandaag. Nou, tot de volgende keer. Doei!